Dan nog iets anders. Ga jij naar Groningen? Ik ga wel eens naar Groningen, een weekendje of zo, maar... Nee, maar dit zijn ook, deze vragen zijn op dit moment niet relevant, omdat ik ben met Corsacker Boys bezig. En, maar ook met je toekomst? Ja, maar ik ben al een paar maanden met mijn toekomst bezig. Dus, maar voorlopig duurt dit seizoen tot eind mei. En is dat, heeft dat prioriteit voor mij en wat de toekomst gaat brengen, ja, dat zie ik dan wel. Je hebt wel aangegeven met meerdere clubs in gesprek te zijn of te zijn geweest. Is FC Groningen daar wel één van? FC Groningen is daar wel één van, ja. Zie je dat zitten, terugkeer bij jouw club, waar je geliefd bent? Als je met iemand gaat praten, zie je het altijd zitten volgens mij. Anders ga je niet praten. Oké, wat ik al eerder heb gezegd. Ik ben in een vroeg stadium gewoon een keer oriënterend gesproken met de vogels. Alleen toen heb ik besloten dat ik graag de stap naar een BVO wil maken. Omdat ik gewoon elke dag met voetbal bezig wil zijn. Ik heb het geluk gehad dat een aantal clubs mij uitgenodigd hebben voor gesprekken. En dat is het enige wat op dit moment gaande is, oriënterende gesprekken. En daarbij is het voor mij belangrijk om met Corsacker Boys door te gaan. Daarnaast is het voor mij belangrijk om een cursus goed af te ronden. Daar horen ook steeds opdrachten bij die je moet doen. Dus wat dat er gaat, verwacht ik op hele korte termijn geen nieuws over mijn toekomst. Dat vind ik eigenlijk het minst belangrijk. Het belangrijkste voor mij is de cursus en Corsacker Boys. Dus die stap naar profvoetbal, dat staat nog steeds bovenaan jouw lijstje. Wat dat betreft een vacature bij Katwijk, hoef jij niet over na te denken? Nee, mijn ambitie is of mijn droom is om in het profvoetbal te werken. Want dan kan je elke dag met voetbal bezig zijn. Dat ben ik zelf gewend. Als voetballer heb ik dat jaren gedaan. En ondanks dat ik het fantastisch naar mijn zin heb, zeker met deze spelersgroep, is het natuurlijk wel maar 3 keer in de week trainen en vaak alleen in de avonduurtjes. Het zou natuurlijk ontzettend mooi zijn als je dagelijks op veld kan staan.